Zoals gezegd, de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Oekraïne. Althans in Rusland eigenlijk, want daar maakt het land goede vorderingen, zeggen ze zelf. In Koersk, althans, in het Russische Koersk, in die provincie, heeft Zelensky gezegd. Hij zegt, we bereiken de strategische doelen in de regio. Nou, weten we nog steeds niet welke dat zijn. Oekraïne viel Rusland vorige week binnen en de ongeveer 20.000 inwoners van het Russische stadje Gluchkovo en omgeving hebben gisteravond de opdracht gegeven ook te evacueren, omdat die Oekraïners eraan komen. Bij ons Oekraïne-correspondent Chris Koelijn. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nu zegt Zelensky wel, we bereiken de strategische doelen, maar welke zijn dat dan? Want dat heeft hij tot nog toe nooit verteld. Nou, er is een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. Die heeft al een inkijkje gegeven een paar dagen geleden. Mm-hmm. Die zei, we willen eigenlijk in de eerste plaats zorgen dat Rusland zoveel mogelijk troepen naar dit gebiedje moet sturen. Mm. Om ja, het weer te bevrijden van Oekraïne. Dus ja. We willen eigenlijk een soort rode lap creëren voor de Russen. Mm-hmm. Dat ze daar zoveel mogelijk mensen naartoe sturen. En ze willen ook de chaos veroorzaken en de Russische aanvoerlijnen een beetje bestoken. Hè, zodat dat steeds moeilijker wordt om die troepen in Oekraïne te gaan bevoorraden. En dat zou dus effect ook hebben op de oorlog die in Oost-Oekraïne wordt gevolgd, waar de Russen veel gebied hebben. Daar wil hij dus mensen vandaan zien te trekken en de aanvoerlijnen bekorten? Ja, dat is het doel uiteindelijk. Nou is de oorlog in Oost-Oekraïne, in de Donbass, dat is best wel ver weg. Ja. Dus ja, daar zit wat ruimte tussen. Maar het idee is dat Rusland uiteindelijk genoodzaakt wordt om in ieder geval niet meer troepen naar de Donbass te sturen, omdat ze in eigen land zoveel problemen hebben. Mm-hmm. Dus je creëert eigenlijk een nieuw probleem, zodat de bestaande problemen niet kunnen worden aangepakt. Ja, eigenlijk een twee-frontoorlog die je hebt. Maar daarnaast, hij verovert ook gebied. Ik kan me voorstellen, daar kan je ook over praten om dat uit te ruilen. Hè? Wat jullie in Oost-Oekraïne bezetten en wij in Koersk, daar valt misschien over te dealen? Dat zou best kunnen. Het is natuurlijk de vraag eerst of Oekraïne dit vast kan houden. Ze hebben hier heel veel troepen op afgestuurd op de regio Koersk. Dus het lijkt er wel op dat ze een stukje gebied echt willen vasthouden en dat ze zich willen ingraven. Dat betekent dus als je ooit gaat onderhandelen dat je kan zeggen, nou, jullie hebben een stuk land van ons, wij hebben een stuk land van jullie. We gaan ruilen. Nu is Zelensky dus, we hebben goede vorderingen gemaakt. Hoe ver zeggen de Oekraïners dat ze Rusland binnen zijn? Nou, ze hebben ruim 70 plaatsjes veroverd, zeggen ze zelf. Mm-hmm. En 1000 vierkante kilometer. Nou, dat is best wel aardig veel. Maar die plaatsjes, moet je wel bij zeggen, dat zijn kleine dorpjes, gehuchten bijna. Mm-hmm. Het is niet alsof ze hele grote steden hebben ingenomen. Ja. Maar ja, het is wel vrij veel. En het is überhaupt het feit dat Oekraïne binnenvalt en dat Oekraïne na ruim 2 jaar oorlog gebied bezet binnen Rusland, dat is ongekend. Ja, wat we zagen, beelden, die zag ik ook op de internationale nieuwsmedia, dat er dorpen worden ingenomen, dat daar de Russische vlaggen van de gevels worden gehaald en worden verwisseld. Dat betekent dus dat er iemand dat filmt, televisieploegen zijn. En ik neem aan dat het ook nog wel de weg vindt richting Rusland. En dat moet wel iets in het gezicht van Poetin zijn. Een klap in het gezicht namelijk. Ja, en dat is ook een van de doelen. Dus we zagen gisteren voor het eerst een Oekraïense tv-ploeg die mee was met de soldaten. En het feit dat zij gewoon in Russisch grondgebied konden staan en dat konden filmen, nou, dat zegt wel iets. Ja. Dan is dat gebied echt goed in Oekraïnse handen. Ja. Dat is echt een klap voor Poetin. En dat is ook een stukje onrust natuurlijk voor Rusland. Dat willen de Oekraïners veroorzaken. Zeker. Hoe kijken de Oekraïners zelf naar deze inval? Ook met een beetje tussen hoop en vrees, kan ik me voorstellen, Chris. Nou, aan de ene kant vindt iedereen dit prachtig. Dit is een succesje. En dat hebben mensen heel erg nodig in Oekraïne. Het gevoel is al lange tijd dat het slecht gaat aan het front. En nu krijgen ze ineens een soort onverwachts mooi succesje. En het voelt voor Oekraïners best wel gaaf dat zij een stukje Rusland kunnen bezetten. Dat hoor ik ook van mensen. En tegelijkertijd, de oorlog gaat niet zo goed voor Oekraïne. De afgelopen maanden verloren ze steeds kleine stukjes terrein in de Donbass. En dat gaat eigenlijk door. Dus het is ook wel een soort afleiding. En ik hoor ook wel mensen in Oekraïne die zich zorgen maken van, als we hier nu heel veel troepen of afsturen,
hebben we dan wel genoeg troepen in de Donbass om ons gebied, ons eigen Oekraïense gebied, te verdedigen? Ja, en over aanvoerlijnen gesproken ook. Hè, naarmate je diepere land binnendringt, moet je ook die aanvoerlijnen gaan beschermen. Dat is een lastig ding. Maar hij kan gebruik maken van partisanengroepen, begrijp ik. Russen of Oekraïners die geïnfiltreerd zijn, of zijn het Russen die daar in die regio met de Oekraïners meevechten? Ja, het zijn met name Oekraïense soldaten, gespecialiseerde soldaten die eigenlijk voor de troepen uitgaan. En er is een redelijk groot gebied dat een beetje grijs gebied is. En je hebt kleine eenheden van de Oekraïners die razen een beetje door dat land in Koersk om te saboteren, om inlichtingen te winnen, mijnen te plaatsen, dat soort dingen.